Hallo allemaal, welkom bij weer een aflevering van de Borrelplank van. De Borrelplank van is een programma waarin ik musical artiesten interview. Met als doel om erachter te komen wie ze nou eigenlijk zijn los van het podium. Waar komen ze vandaan, waar zijn ze opgegroeid, et cetera. En vandaag is de Borrelplank van Jeroen. Ja, man. Welkom, wat fijn dat je er bent. Leuk om er te zijn. Gelukkig. Jij hebt in musicals gespeeld, Bridges bijvoorbeeld, Lazarus, Stil in mij, De Gelaarste God. Yes. Ja, logisch. Maar je hebt nu ook een boek geschreven. Ja. Dat is eigenlijk ook de reden waarom ik je eventjes gezellig wilde uitnodigen. En natuurlijk om jou beter te leren kennen, aan de hand van je boek ook. En ik doe met al mijn gasten, doe ik dat ook aan de hand van een borrelplank. Ja, ik kom zelf uit het Gooi. Kijk. En daar is een borrelplank voor mij erg belangrijk. Snap ik. En jij hebt gevraagd voor blauwe kaas, ja. Onder andere. Ja. Is dat, daar hou je heel erg van? Ja man, ja, daar ga ik heel goed op. Oh ja? Ja, blauwe kaas, dat is wel, ja. Wat grappig, dat is wel een heftige smaak. Ja, zeker, maar daar hou ik wel van. Oh ja. Daar kwam ik dus later achter toen je dat lijstje had gevraagd met worst en olijven. En ja. Het is allemaal best wel heftige smaak. Ja, ja, zeker. Wel, ja, want verder heb je inderdaad ook olijven en die Spaanse fuet worst met peper. Ja, zo'n droge worst. Ja. Ja, dat zijn allemaal best wel sterke smaken. Ja. Ik vind het wel lekker. Hou ik wel van, als het lekker duidelijk... Ja. Hou je ook van spicy eten? Zeker, ja. Oh ja? Hoe heter, hoe beter. Oh echt? Altijd. Ja, zeker. Oh, wauw. Ik heb niet heet genoeg zijn. Oh, dat is lachen, want je bent een Nederlandse jongen. Ja, 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 behoorlijk kaas wel, ja. Wat leuk, wat grappig. Nou, ik zou zeggen, lekker toetasten. Ik heb verder ook nog van die yakitori spiesjes, normale kaasjes, of tenminste... Blauwe kaas is ook normaal, maar ja, je hebt wat niet zachtere kaas. Leuk man, ik ga meteen... Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. Lekker genieten. Nou, ik wilde eigenlijk, voordat ik jou goed ga leren kennen, eventjes praten over het boek wat je hebt geschreven. Ik moet het noemen, volgens mij, Poesie Album. Niet poëzie, maar Poesie Album. Nee, klopt. Vertel eens, waarom moet ik het Poesie Album noemen en niet... Nou, omdat het heel bewust... Ja, nou zit ik met de mond vol worst. Ja, ja, ik steek er ook in mijn mond. Zitten. Omdat het is heel bewust geen poëzie. Oké. Okay. Dus het is wel een dichtbundel, mm-hmm. Maar ik noem het heel bewust Poesies, omdat het eigenlijk een beetje... anti-poëzie is. Hoezo anti-poëzie? Nou ja, het voldoet eigenlijk aan niks. Ik probeer de tussen vorm en inhoud heel erg te kijken. Tussen waar kan ik mee steken of waar kan ik mee op een andere manier mensen aan het denken zetten dan mm-hmm. Nou ja, in de gebaande paden een beetje. Nu ben ik niet heel erg thuis in de poëzie. Ja. Maar is het een beetje een middelvinger naar de... Beetje. Een beetje wel. Een kleine middelvinger. En dan volgens mij vooral naar de Instagram-poëten. Ja, klopt dat? Zeker. Wat ergert je dan zo aan die Instagram-poëten? De mate waarin ze zichzelf zo oefenloos serieus kunnen nemen. Ja. Hoeveel mensen kennen we wel niet die dan woordjes schrijven? Of, mm-hmm. Of denk ik, ja jongens, we kunnen allemaal woordjes schrijven. Laat op opnemen. Dus, en dan maken we er een post van en dan is dat heel actueel. Dan kunnen we het allemaal delen en dan kunnen we allemaal doen, laten zien hoe geëngageerd we zijn omdat we zo'n post delen. Ja. Langzaam vind ik, of zie ik dat we wegdrijven van alles wat echt is en dat vervangen we dan voor een post op Instagram. Ja. Racisme is niet weg omdat je een zwart vierkantje deelt. Nee. Zo werkt het niet. Ah. Het is goed om betrokkenheid te tonen. Het is goed om... Dus eigenlijk is het niet zozeer is de aanklacht tegen de Instagram-poëten meer gericht tegen de algemene beweging. Nou, ja. Een soort online bestaan. En mensen die hun eigen online profiel leuker vinden dan wie ze daadwerkelijk zelf zijn. Ah. Ja, dat komt dan denk ik ook wel overeen met wat ik hier heb gelezen. Bijvoorbeeld, ik lees er eentje voor. Ja. Dit is mijn favoriet. Leef je uit. Delphi, 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 post anders nog een selfie. Faam, faam, faam en verander ook je naam. Pisses, 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 meteen in apenstaartje Narcissus. JC. Hashtag leegheid, hashtag kent geen tijd. Ja, dus selfies op Instagram. Dat is wel, dit is wel de samenvatting een beetje. Ja, oké. Okay. Ja. Dan vroegen me wel af, jij hebt ook selfies op Instagram. Zeker, zeker. En die zijn niet leeg? Of? Ja, goede vraag. Dat is inderdaad het eeuwige moeilijke. Hè? Mm-hmm. Dat is het eeuwige moeilijke. Want ergens voel je je misschien wel... Nou, zeker nu misschien zelfs wel sociaal verplicht om eraan mee te doen. Om nu een Oekraïense vlag te posten. Want mm-hmm. Wat een vreselijkheid. Maar daarmee gaat de vreselijkheid niet weg. Nee. Dus wat is het nut ervan om te laten zien waar je pro of anti bent? Waarom ben je sowieso pro of anti? Waarom die,
waarom die grote tegenstellingen? Waarom zoeken we het niet meer in de nuances? Ja. Dus inderdaad, mijn selfies zijn soms wel leeg, maar vaak probeer ik daar wel iets anders mee uit te dragen. Of maak ik er een soort drieluikje van, waarmee ik een soort collagegevoel heb voor mezelf. Dus ik probeer daar voor mezelf wel iets meer mee te doen dan met mijn blote billen in het zand en dan dat te posten op Instagram of zo. Maar je houdt in ieder geval meer van jezelf als persoon dan jezelf op Instagram. Nou, dat sowieso. Dat kan ik wel met volle zekerheid zeggen, ja. Ja. Denk je dat er veel mensen zijn die meer van zichzelf online houden dan van zichzelf in het echt? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Ja, daar ben ik eigenlijk ook wel een beetje bang voor. En dat wordt ook wel steeds meer. Mm-hmm. Ik weet nog, toen ik op de middelbare school zat, opa verteld, was er niet telefoons, die mobiele telefoon, dat was er niet. Nee. Ik weet wel, de hippe kinderen die hadden een Blackberry en dan kon je elkaar pingen. En dat vonden we allemaal vet praktisch. Maar ik zat pas in het tweede jaar van Frank Sanders Academie, mm-hmm. toen ik voor het eerst zo'n smartphone kreeg waarmee je kon appen en kon doen. Dus ik ben eigenlijk wel de generatie die niet is opgegroeid met een online bestaan eigenlijk. Mm. En mijn broertje, we schelen 10 jaar, die is puur opgegroeid met een online bestaan. Die heeft vriendjes in Zweden, Roemenië, Engeland. Ja, joh. Hoe oud is jouw broertje? 20. 20, ah ja. Dus, dat is mijn leeftijd, nou, ik 1 jaar ouder. Dus die is daar vol mee opgegroeid. Tuurlijk heeft het ook te maken met je interesses en met je, waar je passies liggen en zo. Hij studeert ook IT, dus hij zit sowieso heel erg in de computers. Ja. Maar het is een hele andere. Ja. Ik weet niet, het voelt alsof dat die generatie. Elke generatie heeft natuurlijk een bepaald ding, maar deze generatie is wel, ik weet niet. Langzaam schuiven we daar meer naartoe of zo. En doe je er alleen maar toe als je 50.000 Instagram-volgers hebt. En ik vind dat een kwalijke ontwikkeling. Zaak, ja. Ja. Is dat dan ook de aanleiding geweest voor het schrijven van het boek? Of is er eigenlijk een andere aanleiding geweest? Uiteindelijk heb ik daar wel de aanleiding van gemaakt, ja. Maar ik schreef altijd al een soort van Instagram-postjes met zo'n gedichtje. Omdat het me, dan viel me iets op en dan had ik een leuke vorm en dan schreef ik erover. En dat was dan dat. Daar kwamen altijd leuke reacties op. Ja. Dat was dat. En toen brak deze hele globale gedoe brak uit. En toen dacht ik, wat kan ik nou nog doen zelf? Wat kan ik nou doen? En toen had ik al heel veel van die dingetjes geschreven en ook achtergehouden voor misschien ooit. Ja. Toen dacht ik, eigenlijk is de ultieme, nou ja, misschien wel een middelvinger naar online dichten en online bestaan, is iets fysieks uitbrengen. Iets wat bestaat, iets wat je kan kopen, iets wat je kan aanraken, iets wat je kan ruiken. Toen dacht ik, dan moet het eigenlijk gewoon een boek worden. Ik kan er wel zo'n hippe Instagram-pagina van maken. En ik probeer het ook wel te doen, al ben ik er niet zo heel goed in. Dat je toch een soort van reclame moet maken. Toen dacht ik, eigenlijk is de ultieme punt om te maken is met een fysiek boek. En toen dacht ik, nou, dan ga ik er gewoon een boek van maken en dan ga ik dat gewoon doorzetten. Ga ik gewoon officieel een dichtbundel uitbrengen. Grappig. Leuk. Zit er veel samenhang tussen het zijn van een schrijver of dichter en het zijn van een acteur, zanger? Danser misschien ook? Jij zegt het zijn van een schrijver, dichter. En ik denk dan meteen, wie is hier de schrijver, dichter? En denk ik, hij staat er bovenop. Met naam en al. Ja, intens, man. Dat went ook niet. Nee? Nee, het is wel heel leuk, hoor. Maar het is wel ook gekker. Of zo. Ja. Het is wel een bepaalde. Je bent wel met talen bezig. Ja, dat is het. En tekstverwerking en wat zeg ik nou eigenlijk en wat bedoel ik nou eigenlijk. En vorm en inhoud is eigenlijk het grote ding wat me altijd al gefascineerd heeft. Wat terugkomt in dat boek en wat ook terugkomt in mijn werk in het theater. Mm-hmm. Wat doe ik en wat draag ik daarmee uit en waarom? En ik kan eindeloos, oeverloos waarom vragen altijd. Maar het is wel een verademing om nu zelf te mogen bepalen wat uit ik, wat doe ik. Normaal zit je vast aan een regie, dan zit je vast aan een tekst, dan zit je vast aan een inzet. En moet je nog een overgang maken en komt er nog een collega op die je de aandacht moet geven. En komt bla 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 bla. Ja, toch? Je bent nu zelf in charge. Ja, en nu als ik hem niet voel, dan voel ik hem niet. En denk ik, vandaag voel ik hem niet, houdoe. Ja. En soms denk ik, nou lekker, ik zit er echt goed in. Schrijf ik er 15. Ah ja. Dus die vrijheid vind ik heel lekker. Vrijheid is een. Ja, is belangrijk daarin. Nam je als kind veel vrijheid? Was je een vrij kind? Ik heb op de basisschool. Ik zat op een Jena-plan school. Ik weet niet of je weet wat dat Geen is. Idee. Het zit een beetje tussen vrije school en Montessori en allemaal dat soort bewegingen. Ik leg de nadruk op zelf plannen
in de afweging tussen spelen en werken en zelf doen. Dus ik bedacht me laatst, daar moest ik ook altijd toneelstukjes maken en ook altijd doen. Ja. Expressieuur en zo. Dus eigenlijk ben ik dan best altijd wel creatief geweest. Ja? Ja, altijd wel. Want je bent geboren in Wervershoofd? In één keer. Goed, hè? Heel goed. In Noord-Holland. Yes. Leuk. Op 25 december. Hoppa. Ook dat. Ja hoor. Stalker. tweede kerstdag. Dus, oh, kijk aan. Kerstkinderen. Kerstkind. Ja, zeker. Maar hoe ben je opgegroeid? Waar, in wat voor een gezinssituatie? Hoe was jouw jeugd? Ik heb een vader, ik heb een moeder. Wonen dus inderdaad in Wervershoofd. Dat was heel relaxed wel. Toen ik 5 was. Wow, kaas. Doe rustig aan. Toen ik... Ja, maar nu moet het ook op, snap je? Dit mm-hmm. staat en dan denk ik ook, oh, snel. Ja, maar na, als de camera's straks uit zijn, dan kunnen we nog verder eten. Ja, dat doen we dan. Toen ik 5 was, kwam mijn zusje. Ah. En toen ik 10 was, kwam mijn broertje. En zo hebben we altijd een huis vol gehad wel. Ja. En ik ben vrij snel begonnen wel met musical dans. Mijn zusje ging op ballet, die was 5. Ja. Zo'n ballerinetje. En toen kreeg ze volgens mij les van een jongen. Ze begon met dansen, ze kreeg les van een jongen. Toen zei mijn moeder, is dat ook niet leuk voor jou? En dan kreeg je les van een jongen. Ik was net van voetballen af, want ik wilde niet trainen. Dat vond ik niet leuk. Nee. Wedstrijden waren wel leuk. Ja. En toen dacht ik, nou ja, dat kan ik wel een keer proberen. En dat was eigenlijk best wel leuk. Dus toen ben ik begonnen met musical dans. Waarbij ik eigenlijk vond dat het spelen van wat ik... deed de Grease, en dan moet je natuurlijk een beetje coolen. Ja, ja. 50s boy zijn. Hè? Ja. Vond ik dat spelen eigenlijk leuker dan het dansen. Oh. Niet wetende dat er ook gewoon toneelclubjes zijn. Of weet je wel, ik dacht, wat weet je ervan? Ik was een jaar of 10, denk ik. Oh, ja. En uiteindelijk bleek dat dus te bestaan. Toen dacht ik, nou, dan vind ik dat leuker. Toen ben ik naar een musical schooltje gegaan. Een kindertheaterschool. Wat vonden de kinderen in jouw klas daarvan? Vonden die dat saai? Of? Ik ging het eerste jaar met een meisje uit mijn klas. Ah. Dus de mensen in mijn klas, en die wisten ook wat ik daarmee bezig was. Dus die vonden dat niet per se raar. Nee. Het werd pas raar toen ik... Of raar. Toen ik op de middelbare school kwam, brugklasser. En toen kreeg ik voor het eerst een hoofdrol in de musical die we deden. In Peter Pan. Oh ja. En toen... dan gaan de jongens uit je klas, die de cool zijn, die gaan voetballen in het weekend. En dan ga jij naar je musicalclubje en dan sta jij door de week in een majo te balletten. Ja. En dan wordt het wel, toen werd het wel raar, maar mensen hebben er ook nooit een grap van gemaakt. Omdat ik altijd best wel goed kon verwoorden waarom ik dat deed. Ja. Ballet is natuurlijk de basis van alle dans. Toen dacht ik, ja, als ik wil dansen, als ik musical wil doen, dan zal ik toch moeten dansen. Ja. Zal ik dus moeten balletten, dus ik ga balletten. Ja, en daar had niemand op de middelbare school dan vooral iets op terug. Nee. Was je populair? Ik kan het altijd wel met iedereen vinden. Ja. Dus niet per se. Beetje allemansvriend. Ja, ja. Dus ik zat wel met de buitenbeentjes altijd aan een tafel. Hoor. Bedoel, oh wel? Ja, als je theater doet. Ik zat ook niet op een middelbare school waar theater nou per se gedaan werd. Maar ik zat wel in de kunstenklasje. Ja. Dus dan bleef theater altijd onderbelicht. Waar de voetballers natuurlijk met gym excelleren. En waar de techneuten met scheikunde kunnen uitblinken. Ja. Was voor mij dus nooit op de middelbare school het moment om dat te kunnen doen. Maar ik dacht, dat is ook prima. Want ik doe het in het weekend en door de week, 's avonds bij die club, doe ik het. Ik weet waar ik naartoe ga. Ik wist altijd dat ik naar de Frank Sanders Academie wilde. Oh ja? Omdat ik les had gehad van iemand die daar had gezeten. Mm. Die zei, als je spelen op één wil, dan moet je of naar toneelschool of naar de Frank Sanders Academie. Dus ik heb 6 jaar ateneum gedaan met het beeld, ja, ik zit hier wel, maar ik moet gewoon die tijd volmaken, man. Ja. Dus het Want deed Frank me ook Sanders, niet zoveel. Dat is mbo, toch? Ja, klopt, officieel, ja. Wat vond jouw omgeving dan van dat je van het ateneum naar het mbo ging? Mijn omgeving vond dat oké. Okay. Mijn ouders en mijn vrienden vonden het allemaal prima. Maar ik weet wel dat ik mijn Duits mondeling puur daarover heb gevoerd. Oh ja? Ja, want ze zeiden wel, ja, dan doe je dus nu ateneum. Je kan ook naar een hbo toneelding gaan. Ik zeg, klopt, maar daar heb ik ook wel geauditeerd. Maar dat was niet mijn eerste keuze. Nee. En ik zeg, als ik een uitvoerend vak leer, dan maakt het ook niet uit wat ik, welk niveau ik dan gestudeerd heb. Want ik ga iets uitvoerends doen. Ja. Waar ik nu ook al mee bezig ben, dus het maakt niet uit. Ja. En ik weet waarom Frank een mbo is. Zodat je kan aannemen wie je wil. Ook mensen zonder een middelbare schoolopleiding, diploma, kun je aannemen. Dus ik snap het idee. Ja.
Maar dat Duits mondeling ging er inderdaad over. Oké, nou leuk. En wat nou als dat niks wordt? Wat ga je dan doen? Ik zei, ja, als dat niks wordt, maar dat wordt wel wat. Want ik ga dit doen. Ze zei, ja, nee, oké, top. Maar wat nou als het niks wordt? Mm-hmm. Zei ik, nee, ja, maar het wordt dus wel wat. Ah. Ja, ik snap heel goed dat je zo vastberaden bent, Jeroen. Maar wat nou? Wat is je plan B? Ja. Ik zei, nou, ik heb dus geen plan B, want dit is gewoon het plan. Ik ga dit doen. Het ging er niet in. Het was echt zo van stijfkoppigheid bij die beste man. Die was ook basketbalscheidsrechter, geloof ik. Dus de regeltjes, die waren heilig. Moet je een Duits docent hebben met al je regels? Jezus. Ja. Dus nee, dat was wel een dingetje, ja. Ja, ik zou eigenlijk nog eens naar hem toe willen gaan van, hé, hoe is nou het? Ja, mijn broertje heeft dezelfde middelbare school gedaan. Ah, oké. En toen hij zijn diploma ging halen, toen werd hij ondertekend door diezelfde Duits docent. En die herkende me helemaal niet meer. Oh, echt? Hij was ook mijn mentor ooit. En toen liep ik door de gangen en toen zei hij, hoi Michael. En toen liep hij door. Toen dacht ik, vriend, je bent nou 2 jaar mijn Duits docent en je bent mijn mentor en je weet nog steeds niet hoe ik heet. Nou. Ja, dat geeft ook wel aan hoe ik erin stond. Ja. Maar jij hebt dus ook nooit getwijfeld aan het feit dat je misschien niet in de musicals of in het toneel terecht zou kunnen komen? Ja, ik weet niet of ik daar zo over heb nagedacht. Of ik heb gezegd, ik wil de musical in of zo. Ik wist wel dat ik theater ging doen. Dat ik dat, ja, nou, zoals ik zeg, dat ik het ging doen, ja. Dat was eigenlijk geen vraag. En toen heb ik langzaam op die jeugdtheaterschool heb ik geleerd wat ik dan belangrijk vond. Dat ik, ja, het begint toch vanuit vertellen, vanuit spelen. Mm. En als je zingt moet je ook wat vertellen. Als je danst moet je ook wat vertellen. Maar je moet eerst weten wat je dan gaat vertellen. Ja. Daar heeft die jongen ook heel erg mee geholpen. Waarom ik dus naar de Frank Sands Academie wilde. Dat was ook zijn benadering en dat heeft me dus daarna geïnspireerd. Dus zo heb ik dat eigenlijk nooit... Ja... Het was eigenlijk best wel logisch of zo. Ja. Ik ben er eigenlijk pas aan gaan twijfelen. Echt aan gaan twijfelen nu met die corona die uitbarstte. Ja? Wat ga ik dan doen? Wat is het dan nog? Wat heb je gedaan? Geschreven. Geschreven, ja. Ja. Heel merkte geschreven. Je financieel een moeilijkere periode? Ja, zeker. Hoe heb je dat aangepakt? Ja, want we stonden gewoon in Lazarus. We hadden er al meer dan 200 gedaan. Dat was gewoon bezig. Dat liep heel goed. Ik was overdag in het Delamar wat anders aan het maken. Het ging allemaal prima. Ik had allemaal plannen uitstaan. En ineens was dat dan dus klaar. En toen dachten we allemaal, mooi, 2 weken, 3 weken. Het zal mij wel duren. En toen zouden we in september, geloof ik, gaan toeren met Lazarus. Ja. Dus ik dacht, nou ja, dan valt nu toch alles uit. Maar in september staat die tour, dus dan gaan we dan ook weer lekker. Dus ik vind het allemaal wel prima. Ik heb gewoon iets sneller zomervakantie. Mm. En toen ging dat ook niet door, want het bleef natuurlijk allemaal maar. En toen dacht ik, ja, nou zit ik dus al 6 maanden thuis te wachten op iets wat dus niet meer gaat komen. Ja. Wat is er dan nu nog? Ja. Wat is er nu over? Ja, en dan kan je 2 dingen doen. Dan kan je het of bij jezelf zoeken, of je kan het buiten jezelf zoeken. En toen heb ik voor dat eerste gekozen. Dacht ik, wat wil ik dan nu nog? Wat ga ik doen? Wat heb ik nu nog? En daar is heel veel schrijven uitgekomen. Ja. Dus dit is daar een ding van, maar ik heb prentenboeken geschreven, we hebben een voorstelling aan het schrijven. Gewoon om dingen te maken, maar om... Wie schrijft, die blijft. Dat is wat mijn moeder altijd vertelde. Oh, wat goed. Wat mooi. Dus als je een boek uitbrengt, dan ben je voor eeuwig, is eigenlijk wat ze zegt. Dat is zo. Nou ja, laten we het hopen. Dat zou natuurlijk heel leuk zijn, dat over 100 jaar zeker nog steeds. Ja. Hey, en na de Frank Sanders ben je nog naar Fontys Muziektheater gegaan. Yes. Had je behoefte aan een HBO toch? Ja. Eigenlijk wel. Ja, grappig dat je het zegt. Ja, ik weet nog dat ik afstudeerde bij Frank. En dat ze, toen kwam er een soort trend dat er bij audities stond. Dan ging het voor Blood Brothers is ooit geweest in die periode. En ik weet nog heel bewust dat ze vroegen om professionele zangers, dansers of acteurs. Hm. Toen dacht ik, oh ja, want ik met mijn papier ROC, artiest, wat krijg je? Weet niet eens wat de officiële titel is. Ben dat dus alle drie eigenlijk niet. Hmm. Grappig. Dat is slim. Eigenlijk zeg je, we willen alleen maar HBO-mensen. Ja. Zeg je eigenlijk. Ja. Ze hele brief geschreven, meegestuurd. En dan mag je uiteindelijk wel komen. Ik mocht uiteindelijk komen auditeren. Maar je voelt dan ook in die ruimte dat, dat eigenlijk hun mind al made up is. Ja. Eigenlijk weten ze het al. Eigenlijk sta je al 10-0 achter.
En daar was ik eigenlijk wel een beetje klaar mee. En toen dacht ik, ja, wat ga ik dan doen? Tenminste, dat was hoe het ging. Ik stelde daar misschien helemaal niet zoveel vragen bij. Maar ik was wel bezig met stem altijd al. Zelf al. Mm-hmm. Dat vind ik fascinerend. Hoe dat werkt, ja. Dat aan de manier van spreken of de manier hoe ik mijn woorden benadruk. Maak jij beelden in je hoofd en die beelden kan ik beïnvloeden. En dat vind ik het wonder van theater, man. Ja. Dus ik was met stem bezig en een goede vriend van mij destijds, die zei, nou ja, als je dan toch met je stem bezig bent, dan moet je ook naar Edward. En hij zat op muziektheater. Dus hij zei, dan moet je naar Edward. En dan heb ik via hem een afspraak gemaakt bij Edward. En toen kwam ik bij Edward en die zei, doe je hier auditie? Ik zeg, nee, dat hoeft allemaal niet. Want ik hoef niet naar school. Ik bedoel, ik ben gewoon met stem bezig. En u bent ook een grootheid op stemgebied. Dus wil gewoon leren. Kijken hoe je dat benadert. Oh, grappig. En toen zei hij, nou, als je nou gewoon je inschrijft voor de audities, dat is gratis. En dan moet je een paar keer terugkomen. En dan kunnen we je aan de hand van die audities, kunnen we dan je helpen. Dus zo heb ik een aria met hem gedaan. Want klassiek kwam toen, geloof ik, net op. Of was net begonnen, of daar was iets mee. Dus ik heb een aria ingestudeerd. En zo ben ik auditie gaan doen. En aan het einde van die rit was ik aangenomen in het tweede leerjaar. Dus ik, nou, dank jullie wel. In het tweede meteen ingestroomd? Ja. Omdat je al een jaar, of vier jaar... denk ik. Ze zeggen het er niet bij waarom natuurlijk. Maar dat was kennelijk goed genoeg om in het tweede in te stromen. En toen heb ik gezegd, nou, dank jullie wel. Het was gezellig. Ja. Ik heb dingen geleerd. Tot ziens. En toen was dat het. En toen lag die aanbiedingen. En toen kwam er verder niks. En toen zeiden mijn vrienden ook, ja, je wil aan je stem werken. Ja. Je hebt niks liggen aan werk en je kan wel aan je stem werken in Tilburg. Op zich een instituut in de wereld op het gebied van stem. Ja. Wat houd je tegen? Ja. Ik zeg, ja, zingen. En ik wil niet per se zingen. Ik vind gewoon stem fascinerend. Toen bedacht ik me, ja, maar kan het ook als een soort master gebruiken? Ja. Dat ik leer zingen, maar zelf ga kijken hoe ik dat in spraak of in mijn werk kan toepassen buiten zingen. Ja. Want die techniek is natuurlijk is steady, zat. Kun je overal voor gebruiken. Dus dat heb ik gedaan uiteindelijk hier 3 jaar. Ja. En dat is dus hoe ik hier terecht ben gekomen weer. Dus ja, het was eigenlijk wel een soort... En toen was ik ook officieel professioneel zanger. Ja. Dus daar had ik toen geen last meer van. Dat was heel chill. Ja. Het was heel chill auditeren daarna. Ha, wat leuk. Grappig, ja. Wat grappig. Dus dat heb je in die 3 jaar dan in Tilburg gedaan. Maar ik las ook iets en even kijken of ik dat hier kan vinden. En misschien zit ik mis hoor, maar ik dacht dat dit ook over de jaren hier in Tilburg ging. Ik ben heel benieuwd waar het komt. Een volgend stukje. Lekker lopen in de duinen met je partner hand in hand. Lekker lachen in de duinen, want er is niets aan de hand. Je stinkt. Het is uit. Hashtag liefde in het kort. Hashtag gelukkig hebben we de foto's nog. Ik dacht, ik weet het niet zeker, maar ik dacht dat het ging over een relatie. Ja. Die jij hier in de Tilburg-tijd hebt gehad. Oh, een relatie voor mij? Ja. Nee, dat dan weer niet. Niet? Dat dan weer niet. Oh. Maar het is wel heel duidelijk geïnspireerd op iemands relatie. Oh, ik dacht dat het een je dacht, ik heb dat ooit... Had ik het al gezegd tegen iemand? Je stinkt, het is uit. Of nee, is dat nee, tegen ik dacht gezegd? Dat het misschien tegen jou werd gezegd. En dat je dacht, nou... Oké, dus nee, het is gebaseerd is... op een relatie van ander. Ja, maar we kennen allemaal van die koppels die bij elkaar zijn dat je denkt, ja... Ja. Ja, geef het een maand, geef het 10 jaar, ja. Maar er zit een eindtijd aan. Ja. En je kan nu hippe fotoshoots doen in de duinen, dan toevallig. Maar ik geloof het niet. Nee. En met mij niemand. Maar je hebt wel 250 likes op deze foto's. Leuk. Terwijl ondertussen, als dan dat eraf gaat, dan weet ik zeker dat er dingen komen als... Hey, als je goed doet, je stinkt, je moet eten. 100%. Ah. Waarom deze nepheid? Ja. Wat wel mensen uit Tilburg waren. Dus daar klopt je link wel in. Okay. Maar nee, het ging niet over mij, nee. Grappig. Maar je hebt wel een relatie gehad. In Tilburg, toch? Ja. Met Willemijn? Ja. Willemijn Maandag? Nou, ja. Ja, daar heb ik onderzoek naar gedaan. Ja, ik merk het. Maar dat is niet meer een ding? Nee. Nee? Nee. Wanneer nee. is dat uitgegaan? Al lang geleden of? Weet ik niet eens. Ja, wel een aantal jaar geleden al. Ja, voor de corona sowieso. Ruim daarvoor. 2018 of zo. Ah ja. Of weet ik niet. Weet je waarom het is uitgegaan? Ja, je hebt het. Ik ben er zelf bij geweest, maar... Ik weet ondertussen wel waarom het is uitgegaan, ja. Oh, daar was je toen der tijd niet zo van... Nee, maar je zit er natuurlijk ook in, emotioneel. Dan, ja. Snap je? Dus je bent ook vooral heel erg gekwetst en... Ja. Een soort van desillusie waar je mee hebt te dealen. Want ik begin niet aan iets als ik niet geloof dat ik het niet af ga maken. Dus als iets dan halverwege onderbroken wordt, dan
ja, heb ik wel zo'n desillusie met hem, maar dit gingen we toch zo voor altijd doen. Ja. Nee, maar ondertussen weet ik wel. En is dat ook helemaal prima hoor. Moeten mensen ook hun eigen stappen maken, toch? Kan je wel altijd samen zijn, maar moet je ook je eigen dingen doen. Dus uiteindelijk waren we gewoon een beetje uit elkaar gegroeid. Ja, op zoek naar onze eigen dingen. Had je toen altijd heel veel pijn? Heel veel liefdesstriet? Ja. Ja. Ja, en die is later ook nog wel een keer teruggekomen ook. Dat ik dacht dat ik hem had verwerkt. En ik was een liedje of zo en het triggerde iets. En toen dacht ik, wow, waar komt dit vandaan? Ik kwam echt ineens weer zo op alle maat. Dacht ik, nou, alsof er niks gebeurd is. Wat is dit? Ja. Kon ik er nog een keer mee gaan dealen. Want hoeveel jaar waren jullie samen? Drie jaar. Ja. Ja. Nou, dat is wel redelijk lang. Ja, dat is wel lang, ja. En waarom is het uitgegaan? Of wil je dat niet zeggen? Dan kunnen we er nog een half uur achteraan plakken. Ja. Uiteindelijk moet je gewoon je eigen dingen doen. Dan moet je allebei ook weer een beetje... Ja. Ja, kan je wel opgaan in elkaar, maar moet je ook gewoon een beetje je eigen dingen doen. Een beetje los van elkaar. Dat kan je ook wel doen in een relatie, maar... Kennelijk werkte dat niet voor ons, dus was het op deze manier. En hoe zit het nu op relatiegebied? Same old. De single. Ik ben wel officieel single, ja. Ja, maar wel... Mens waar je... Je deed wel eens wat. Ja, je deed wel eens wat. Al is het ook wel gek in coronatijd, moet ik zeggen. Dat snap ik. Dat is ook wel gek, maar ja, je deed wel eens wat. Je hebt wel eens een date, maar... Heb je een Tinder-account? Nee. Nee? Nee. Nee. Sowieso denk ik dat jij natuurlijk dan ook wel een beetje selectief bent naar wat voor een soort mensen. Of ze niet dus leeg zijn, zoals je in je boek beschrijft. Ja, dat zeg je heel goed. Ja, zeker. En... Ik wil helemaal niet een soort van hoofd van de toren blazen of iets. Maar ik heb dat altijd wel al gehad. Ja. Dat als je iemand in zijn ogen kijkt, dat je weet waar je hem inschaat. En klikken wij of klikken we niet. En eigenlijk is dat het enige wat ertoe doet. En hoe meer ik dus met mezelf ben bezig geweest. En met wat wil ik en wat vind ik belangrijk en wat ga ik doen. Ja, hoe meer je erachter komt. Ja, dat zijn toch allemaal dingen die in die klik ook moeten zitten. Want als dat ergens niet zit, dan kunnen we dus ergens ook niet zoveel. Ja. Kan ik... Voor een deel niet iets met jou. Nee. Dat maakt het er niet makkelijker op. Maar ik geloof er heilig in dat dingen komen wanneer ze komen. En dat dan het perfecte tijd, het perfecte moment is. Ja. Dus het komt vanzelf. Of niet. Waar ontmoet je dan mensen? Als je niet op Tinder... Ja, bijna niet, hè? Nee. Maar er zijn meer apps dan Tinder. Ah, oké. Okay. Dus welke app heb je? Ik heb... Er gaan nu straks honderden meisjes gaan natuurlijk. Als ze dit zien, gaan ze die app downloaden. Allemaal wegswipen. Oh nee, die deze trouwens. Alsjeblieft niet. Inner Circle heet het. Oh. Die heb ik. Maar ja, ook dan moet je van allebei de kanten swipen, toch? En ik zit ook niet zo heel veel op. Dus het is allemaal een beetje verwaterd. Ja. Maar dat is dus iets. En waarom moet je mensen? Ja, door dus te doen wat jij leuk vindt en wat jij belangrijk vindt. Ja. Ik heb dus die pagina aangemaakt om eigenlijk mijn bundel te promoten. En dan gebruik ik echt de meest uiteenlopende hashtags, want daar heb ik dus die pagina voor. Dus dan probeer ik ook die leegheid daarvan juist op te zoeken. Mm-hmm. Maar dat trekt dan ook wel weer mensen aan die dat dan grappig vinden. Waardoor je daar dus een klik mee hebt. Waardoor je denkt, oh, wat is dat dan voor klik? Dus je komt altijd wel mensen tegen. Minder dan voor deze hele ellende. Maar je komt altijd wel mensen tegen. Ik heb daar geen zorgen over of zo. Ja, gelukkig. Heb je een kinderwens? Had ik wel. Had ik daarna niet. En nu denk ik, ja, misschien juist in deze tijd. Waarom juist in deze tijd? Omdat je dan meer tijd hebt voor kinderen? Of? Nou ja, omdat ik kwam langs een quote. Never apologize for raising dragon slayers in a time that dragons are actually alive. En dat denk ik, ja, dat is natuurlijk wel waar. Als ik het zelf met dingen niet eens ben of wel eens ben of... Kan denken, ik wil geen kind in deze wereld grootbrengen. Dat klopt. Maar dan denk ik, ja, ik kan hem dus ook laten zien hoe het wel kan. Ja. En dat is dan misschien het mooiste wat je kan doen, misschien wel. Ja. Dus ja, die kinderwens komt langzaam wel weer terug. Of voel ik dat ik daar klaar voor ben, of zoiets. Nee. Dus als we het dan toch over de toekomst hebben, hoe zie jij jezelf nu over 10 jaar? Oh. Wauw, weet ik niet. Als ik van het ideale uit mag gaan, dan leef ik van de dingen die ik maak. Sluit ik niet uit dat ik ook nog theater doe, maar dan leef ik van de dingen die ik maak. En of het dan een boek is, of een prentenboek, of muziek, of
wat een soort vrijheid creëert, waardoor ik gewoon lekker in een camper met de hond rond kan trekken door de wereld. En dan mijn dingen lekker maken en dat dan insturen en dan geld en dan die vrijheid winnen. Hmm. Dus ik denk dat dat, ik hoop dat ik dat mag bereiken over 10 jaar. Ja. En in relatiestatus dan ook vrijheid? Of vind je het toch wel leuk om uiteindelijk gebonden te zijn? Gebonden klinkt ook zo... Ja, wat een goede vraag. Nou ja, weet ik niet. Ja, vind ik dat. Het is gewoon nooit zo'n thema geweest voor me, als ik heel eerlijk ben. Met Willemijn kwam dat ook ineens zo. Boep. Ja. Met relatie daarvoor... iets minder op die manier. Maar alsnog best wel. Ja. En dan denk ik, ja, als dat nu moet komen, dan moet dat nu komen. Als dat morgen, dan is het morgen en het komt wel. Misschien juist als ik dat ga doen, de camper heb gekocht en de hond... en denk, nu ga ik eens lekker de wereld in. Ja, dat je dan... Zal je zien dat er iemand aan je belletje trekt en die zegt dan... mag ik mee? Ja. Ja, en dan moet je ineens, oh, weet ik niet, moeilijk. Snap je? Ja. Dus het komt altijd op dat soort momenten, toch? Ja. Dus ik geloof heel erg dat hoe meer je op jezelf richt... en op wat jij wil uitdragen en op wie je bent en op wat jij vindt en wil... en hoe meer je dat dus ook naar je toe haalt, in mensen ook... En ik weet zeker dat daar dan misschien wel een partner tussen zit om een kind mee groot te brengen en om alles mee te doen. Maar nu, ja, weet ik niet. Daar kan ik niet zoveel over zeggen. Nee. Zien we dan wel weer. Spannend. Dus ik kan meer van deze dingen verwachten. Wie weet. Misschien, misschien. Voorstellingen. Ja, zeker. Ja. Gaaf. Ja. Leuk. Cool. Leuk, man. Ik kijk er naar uit eigenlijk om het te zien. Ik zou het ook zeker, het is niet omdat jij er hier nu zit, maar ik zou het ook echt aanraden. Ik heb dit, denk ik, ik heb er denk ik 2 uur over gedaan. En ik lees veel ook. Oh, kijk. Ik heb ook ateneum gedaan. Kijk, op het natuurlijk. Dus, gooi boy. Ja, precies. Ik vind het echt leuk. Ik vond het echt, en er staan ook echt wijsheden in, dingen waar ik even over na ging denken. Dus ik vind het echt wel heel tof. Leuk, man. Dankjewel. Dus, dankjewel. Fijn dat je er wilde zijn. Dankjewel. Leuk dat je me wilde hebben. Graag gedaan. Lekker dat je een borrelplank had geregeld. Yes. Ja, nou, lekker toetasten nu. Dan zou ik het afsluiten. Ja. Bedankt voor het kijken wederom. En ik zie u weer bij de volgende aflevering van de Borrelplank van. Tot dan.